Elke like is één Huggy Wuggy deur die open gaat. Hoeveel deuren kunnen we openen? Over deuren gesproken. Dit zijn er een hoop. 1, 2, 3, 4... 4, 5... Oh, oké, luister, luister. Kortsluiting. Dat is een veel voorkomend ding. Niks om ons zorgen over... Oh, oh. Oh ja, deze filmpjes kunnen spannend zijn. Voor als ik het nog niet had gezegd. Oh, 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 oh. Liftdoor dicht, dicht, dicht. Dat ging net goed. Ik was serieus wel even bang dat de liftdoor niet op tijd... Nee, dat... is zo'n horror cliché. Er is een monster. Je vlucht naar de lift. Je denkt veilig te zijn. En dan ineens... Het is naar. Deze filmpjes kunnen spannend zijn. Hé, hey, vlaggetjes. Vlaggetjes zijn niet spannend. Is dat Kissy Missy aan de muur? Is dat Huggy Wuggy aan de muur? Oké, wacht even. Ik ben niet bang. Ik like... Misschien... Wat gebeurt er? Waar gaan we heen? Hebben we iets gepakt? Oh, we gingen naar binnen in die kamer en we pakten iets. Oké, niet alles is per se eng. Ik bedoel, soms heb je dat. Als je eenmaal in die vibe zit, dan denk je dat alles... een... creepypasta is. Voor alle duidelijkheid, ik kan om me heen kijken. Dus als ik naar links wil, ga ik naar links. Als ik naar rechts wil, ga ik naar rechts. Oh, oh, oh! Ik wil niet naar rechts. Ik wil niet naar rechts. Oké, luister. Dat ging net goed. Oké, daar moeten we in. Daar moeten we in. Ik ken het spel. Ik weet wat de bedoeling is. Je gaat naar binnen en je bent veilig. En er is niks meer om je zorgen over te maken. Oh my gosh. Ik was wel bang. Ik bedoel, ik kan zeggen dat ik niet bang was, maar dat gegil... Oh, 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 oh. Oh, dit is zo naar. Zeg maar, Huggy Wuggy is snel. Als een frikandel. Ik weet niet of frikandellen snel zijn. Misschien als de frikandel speciaal is, dat hij sneller wordt door de uitjes. Ik heb het niet over frituursnacks. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oké, dat is een rode knop en ik wil er graag op drukken, maar... Wat gebeurt er? Oh, 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 oh. Druk nooit op de knop. We lopen over een houten brug. Hoog in de lucht. Oh, oh my gosh. Wat doet Huggy Wuggy daar? Luister Huggy Wuggy, ik hou niet van toeschouwers. Vooral niet als ik... Wat doe je nou? Waarom spring je? Is dat uit enthousiasme? Of omdat je hoopt dat ik val zodat je me kunt eten? Wees eerlijk tegen me. Oh, als je hoogtevrees hebt is dit niet goed. Als je bang bent voor Huggy Wuggy is dit niet goed. Als je hoogtevrees hebt en je bent bang voor Huggy Wuggy... is dit niet goed? Waarom kijkt hij naar me? Besef dat hij gewoon zo groot is dat we hem bijna kunnen aaien, terwijl we misschien wel 100 meter in de lucht lopen. Jij hebt een flinke groeispurt gemaakt. Oh my gosh, kunnen we nog terug? Oh nee. Waarom doen we dit überhaupt? Ik heb nog nooit iemand horen zeggen... Hey, ik wil 100 meter in de lucht over een stuk hout lopen terwijl Huggy Wuggy naar me kijkt. En als hij dat wel zegt, snap ik hem niet. Oké, luister Huggy, we kunnen matties zijn. Alleen niet als je zo naar me blijft kijken. Oh, ik heb hier een soort van slecht gevoel over. We staan letterlijk... Oh my gosh, nee. Oh. 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 Ik zei dat ik er een slecht gevoel over had. Mijn gevoel had gelijk. Squid Game en Poppy Playtime met elkaar gemixt. Wat krijg je? Dan krijg je de Squid Game pop die op de plek staat van Huggy Wuggy. Alleen, come on, het is een pop. Ze wordt waarschijnlijk bestuurd, leeft op batterijen. Er is niks wat fout kan gaan. Pak de sleutel. Goed gedaan. Ik weet niet wat ik enger zou vinden. Ik bedoel, Huggy Wuggy is blauw en heeft scherpe tanden. Alleen de Squid Game pop is de leider in rood licht, groen licht. En als je beweegt wanneer ze kijkt... Geen verdere details. Maar ik snap het wel. Huggy Wuggy en de Squid Game pop zijn goed bevriend. Waarschijnlijk was Huggy Wuggy druk vandaag en neemt de pop het even over. Wacht. Waar is de pop? Waar is de Squid Game pop? Oh my gosh, nee. Ze weet precies wat Huggy Wuggy zijn taak is. Maar wacht, dan is dit het moment waarop... Oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ik hoorde wat. Ik weet zeker dat ik wat hoorde. Oh! Oké. De pop is misschien toch enger dan ik dacht. Hey, come on. Wees even aardig, weet je. Je hebt Squid Game een soort van georganiseerd of je hebt meegeholpen. Dus ga nou niet op twee plekken vervelend doen. Oh my gosh, daar loopt ze. Oh, het is zo creepy. Ach, weet je, misschien is ze wel in een goede bui vandaag. Je weet het maar... Nooit. Ik neem het terug. Ze is vast en zeker niet in een goede bui. Oh, ze is zo mega snel. Ze heeft dat waarschijnlijk geleerd van Huggy Wuggy. Creepypasta's kunnen beter geen vrienden zijn. Oh my gosh. Maar stel voor, je bent in de Poppy Playtime fabriek. En in plaats van speelgoed in de apparaten, tref je dit aan. We hebben hier een aantal machines. En deze persoon haalt de hendel om. En daar is Huggy Wuggy. En hij haalt een andere hendel om. En daar is Huggy Wuggy. Wacht. Kunnen we hieruit opmaken dat er meer dan één Huggy Wuggy is? Ik bedoel, dat zou best logisch zijn. Als er speelgoed wordt gemaakt in een fabriek, wordt er nooit één van gemaakt. Vaak tientallen, honderden, duizenden. Oké, nu ben ik bang. Wil dit zeggen dat er misschien wel heel veel Huggy Wuggy's zijn, maar dat er misschien maar één tot leven is gekomen? Ik hoop maar dat de rest... levenloos blijft. Kleine break, want ik ben een beetje bang. Kissy Missy versus Huggy Wuggy in een dance battle. En wij moeten bepalen wie er betere moves heeft. Oké, tot nu toe. Wat Kissy Missy doet daar, I don't know, maar even wat. Het is een soort van buitenaards. Ik vind ze even goed. Vooral samen. Maar het is weer tijd voor engigheid. We zijn een lekkere boswandeling aan het maken. Het bos is mooi. Er zijn stenen. Er zijn wolken. Wat moet ik zeggen? Come on, ik loop in het bos. En ik hoor... en ik zie... Ik hoor en ik zie... Siren Head. Maar wacht, ik dacht dat deze video om Huggy Wuggy ging. Luister. Nu ben ik echt bang. Ik bedoel, ik weet dat Huggy en de Squid Game Pop bevriend zijn. Maar is Huggy Wuggy dan ook bevriend met Siren Head? Oh my gosh. Huggy Wuggy, luister. Je ziet me niet. Ik ben onzichtbaar. Ik behoor tot de natuur. Ik ben een bloemetje. Oh my gosh, hij is in de buurt. Hij is in de buurt. Hij is in de buurt. Heeft hij me door? Heeft hij hem door? Hij is weg. Of niet? Of is hij achter de steen? Waar is hij nou? Hij was daar toch net? Oh my gosh, wat... Oh, nee! 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 Wacht, wat? Hij gooit me. Ik denk dat hij geen honger had. We zijn hier in een grote stad. Maar ik hoor iets in de verte. Hoi Huggy, ben je op bezoek? Wat doe je hier? Ik dacht dat je in de fabriek was. En waar is... Oh my gosh. Hij ziet er een beetje chagrijnig uit. Hij komt naar ons toe. We moeten snel iets doen. Hebben we iets bij ons? Een minispin. En wacht even. We vergroten de minispin. Oh, nu is het een megaspin. Yes! We weten eindelijk waar Huggy Wuggy bang voor is. Mega spinnen! Waarschijnlijk is iedereen bang voor een spin die 100 kilo weegt en 5 meter lang is, maar toch. Yes! Huggy Wuggy is verslagen. Of tenminste, oh my gosh. Dit is waarom je nooit moet juichen totdat de wedstrijd echt voorbij is. Oh nee, hebben we nog iets anders bij ons? Oh, een mini-tank. Ja, goed zo. Maak het een megatank. Oh, ik weet niet. Gaat hij daar bang voor zijn? I don't know. Ik bedoel, een megaspin, oké, maar... come on. De tanks. Het zijn er 2. 2 versus 1. Dit kunnen we winnen. Oh, oeh, snap. Oeh, wauw. Dit is wel echt een battle. Ik bedoel, Huggy Wuggy is alsnog 20 keer zo groot als de tanks, maar misschien winnen we. Oh nee. Oh nee. Oh, ben je serieus? Huggy Wuggy, dat is geen voetbal. Dit is geen tankbalsport. Oh ja, we hadden het bij de spin moeten houden. We hadden het bij de... We zijn de pineuten. Oké, we hebben nu nog tijd om weg te rennen. We hebben geen tijd meer om weg te rennen. Oh, wat die voetstappen die maakt. Waarschijnlijk bevinden er zich aardbevingen over heel de wereld door. Come on, Huggy Wuggy, wees eens aardig. We zijn plat als een dubbeltje. We zijn hier in een laboratorium. Oh my gosh, ik zie er iets bij de deur. Ik zie het hoofd nog niet, maar ik denk dat het... Ja, het is Huggy Wuggy. Ik bedoel, Huggy Wuggy is er goed in om spanning op te bouwen. Er zijn creepypasta's die gelijk met hun tanden... Maar Huggy Wuggy doet het rustig. Zodat je eerst 10 minuten in je broek plast en dan is hij daar om alles op te eten. Oh, dit is zo eng. Weet je, hij heeft ook zo'n blik die nooit verandert. Wat doet hij met zijn hoofd? Wat? Zeg maar, hoe Huggy Wuggy zich ook voelt. Blij, boos, verdrietig, chagrijnig, hongerig. Hij kijkt altijd hetzelfde. Ik bedoel, zelfs als hij verliefd is. Hè, dus als hij naar je kijkt, weet je eigenlijk niet of hij verliefd op je is of dat hij je wil opeten. Het is een gokje die je moet wagen, maar... Oh, we zijn naar beneden gesprongen. Oké, daar is de exit. Ja, goed zo. Deur dicht, deur dicht. Come on. Ach, dit is de reden waarom je nooit een deur moet laten open staan. Ik heb het gevoel dat het fout gaat. Ik heb het gevoel dat het... Oh, daar is hij. Oh, daar is hij. Oh, daar... Die jumpscare was best wel slecht. Just saying. Maar wat als Huggy Wuggy met pensioen gaat en hij speelt zijn eigen spel? Wie neemt dan zijn plek in? De kerstman? Oké, wacht. Dit is een soort van logisch. Ik bedoel, de kerstman is er om cadeautjes af te leveren. Dus wat is een betere plek voor hem dan een speelgoedfabriek? Oké, luister, ik vind het echt heel eng. Ik wil zo meteen niet zien hoe de kerstman achter Huggy Wuggy aan zit. Want dan snap ik de wereld niet meer. Oké, de sleutel is gepakt. Huggy Wuggy zet de elektriciteit aan. En hij gaat terug naar waar de kerstman stond. En dus niet meer staat. Oh my gosh. Ga me nou niet zeggen dat Huggy Wuggy zo meteen achterna wordt gezeten door de kerstman. Hey, luister, de kerstman heeft een slee en neemt Huggy Wuggy met zich mee. Ik wil niet beledigend zijn, maar ik denk niet dat de kerstman in de ventilatieschacht past. Ik bedoel, door al die koekjes en liters melk. Sorry. Oké, daar gaan we. Kom op, Huggy Wuggy. Je bent hem waarschijnlijk al lang kwijt. Oh, hij is daar. Oh, ik weet niet wat ik enger vind. De Squid Game Pop of de kerstman die de taak van Huggy Wuggy overneemt. Het is allebei eng. Oh, dit is zo creepy. Ik bedoel, ik hou van kerstmuziek. Ik hou van kerstbomen. Ik hou van de geur van verse koekjes. Maar ik hou niet van de kerstman die probeert om je op te eten om 12 uur s'nachts. Dat is gewoon niet mijn ding. Ik kan me voorstellen dat mensen het leuk vinden, maar ik hou er niet van. Kom op, Huggy Wuggy. Oh my gosh. Oh, hij komt nu wel echt heel dichtbij. Normaal is dit dus het stukje waarbij Huggy Wuggy zelf achter je aan zit. Dus eindelijk voelt hij eens een keer hoe het... is om achterna gezeten te worden. Oh, besef dat ik niet degene ben die speelt. Ik kan wel naar rechts of naar links kijken, maar ik ben niet degene die de controle heeft. En dat maakt het zoveel malen enger. Dit was spannend. Ik durf geen lift meer in. Abonneer en adios.